We rijden op de A27 van Hilversum naar Utrecht. We worden ingehaald door een donkere Mercedes SUV. Je mag hier 100, maar de SUV rijdt veel harder. We kunnen er niet meteen achteraan, want om ons heen is het druk. Zodra er ruimte is, geven we gas. De Mercedes ligt een heel stuk voor. We moeten over de 200 om in de buurt te komen. De snelheidsmeting loopt. De Mercedes rijdt twee keer zo snel als toegestaan. Voor de andere weggebruikers is het schrikken als de auto voorbij zeilt. En als de SUV nu een klapband krijgt, is het bovendien gebeurd met de inzittenden. De meting komt uit op 187 km per uur gemiddeld. Dat is gecorrigeerd 61 te hard. De Mercedes gaat op de rem. Hij heeft een Duits kenteken. We gaan ervoor rijden en geven hem een volgteken. Bij een benzinestation wordt de auto stilgezet. Er zitten drie mannen uit Utrecht in. De auto is niet van hun, ze hebben hem gehuurd. De bestuurder wil niet zeggen waarom hij zo hard reed. Zijn rijbewijs wordt ingenomen en de boete is zo hoog dat hij de envelop binnenkort op de mat kan horen vallen.